Zeg hé, hey, zeg hoi, zeg kiekeboe tegen deze zebra met de voornaam Zoe. Mijn beste vriend en hoe. Hey, presto! Alakazam! Zo, wat ben je aan het doen? Huh? Oh, ik oefen. Waarvoor oefen je? Mam en pap zijn met me naar een goochelaar geweest. Ga door. De machtige Mysterioso. Hij was super. Hij toverde een konijntje uit zijn hoge hoed. En daarna liep hij door een muur heen. Toen stopte hij mijn vrouw in de kast en zij verdween. Dus ik heb besloten dat ik goochelaar wil worden als ik later groot ben. A la Kazam. Ik dacht dat je autocoureur wilde worden. Nee. Dat was gisteren. Tot ziens, Elsie. Tot morgen, Zoe. Ik ben thuis. A la Kazam. Jij ook een goede middag, Zoe. Wat betekent a la Kazam eigenlijk? Dat is mijn speciale toverwoord. Ik heb je betoverd, mam, om je te laten verdwijnen. Maar gelukkig werkt het niet. Maar ik heb zelf ook wat toverkunsten verricht vandaag. Echt waar? Mm-hmm. In de keuken. Oh, hallo daar, Zoe. Hallo, Zoe. Hallo, opa. Hoi, oma. Mam zegt dat ze getoverd heeft. Klaar? Abracadabra. Chocokoekjes. Oh, wat lekker. Bedankt, mam. Jij vindt ze ook lekker, niet waar, Pok? Maar niet te veel, hoor. Anders hebben jullie straks geen honger meer. Maar ja, koekjes bakken is niet echt toveren. Niet zoals de toverkunsten die ik later ga doen. Oh, ik weet het niet. Deze koekjes zijn betoverd. Neem een hapje van zo'n koekje en dan kun je wel echt toveren. Zo. Dan ga ik achter deze deur staan en zeg jij de toverspreuk. Oh, en zwaai 3 keer met je staf. A la Kazam. 1, 2, 3. Huh? Opa is verdwenen. Boe. Opa. Nou, wat heb ik je gezegd, Zoe? Tovenarij. U kunt niet echt toveren, opa. Echt wel? Op zijn leeftijd is het toverachtig als je zo snel rent. Pok, wat zei mam nou? Tja, maar als ik een goochelaar wil worden, heb ik toverspullen nodig. Maar zoiets heb ik niet. Ah, misschien dat ik je wel kan helpen. Een goocheldoos, hè? Ja, volgens mij heb ik daar nog wel één van op voorraad. En als ik het me goed herinner, dan ligt die ergens... Ja, hier. Wauw, bedankt meneer Zoe. Graag gedaan, Zoe. Bedankt, opa. A la Kazam! Oh, fantastisch! A la Kazam! Dat is knap van je.
is een hele goede goocheldoos, opa. Maar wat mis ik? Ik mis een hele, hele goede truc. Net als de machtige Mysterioso. Je bedoelt zoiets als die ene truc waarbij hij zijn assistent liet verdwijnen. Misschien. Ik geloof dat ik al iets weet. Ja, precies wat je nodig hebt. Kom op, Sue. Kijk eens aan. Deze toverdoos gaat jou helpen om je assistent Pok te laten verdwijnen. Maar hoe werkt het dan, opa? Kijk, het is simpel. De deur gaat open en je assistent vliegt naar binnen. Geen paniek, Pok. Er zit een luikje achter in de doos waar je door kan verdwijnen voordat Sue zegt Alakazam! En de deur weer openmaakt. Nu moeten we hem nog verven en hem mooi maken voor je voorstelling strakjes. Ik zit er helemaal klaar voor. Oh, ik vind niets fijner dan een goede goocheltruc. Behalve een kokoskoekje. Oeh, ik ben dol op kokoskoekjes. En een lekker... Sst, de voorstelling gaat beginnen. Dames en heren, ik presenteer de geweldige Zoe Brendel. Oh, ja! Hoera! Ja, die is van mij, maar wacht eens. Ik moet de sportuitslagen nog lezen. Komt goed, meneer. Alakazam. Kijk. Wauw. Nog helemaal heel. Kijk eens aan, niet te geloven. FC Stad heeft PS Zebra ingemaakt. En voor mijn volgende truc... heb ik hulp nodig van een assistent. Alakazam! Hoe deed hij dat? Zou hij een kokoskoek voor me kunnen toveren? En dan nu, dames en heren, vraag ik uw aandacht... voor de beste tovertruc van de geweldige Zoe Brendel Show. Ik zal nu voor uw ogen mijn assistent laten verdwijnen. Stil te graag, want deze truc vergt uiterste concentratie. 1, 2, 3. Alakazam! Dank u, dank u. Maar ik kan natuurlijk niet lang zonder mijn assistent. Dus ik tover hem weer terug. Alakazam! Tada! Alakazam! Pok! Alakazam! Pok? Sue, waar is hij nou? Weet ik niet. Hij moest net hier doorheen vliegen. Dat schuim luikje. En toen moest hij zich verstoppen onder de tafel. Tot het tijd was om terug te komen. Dat is ook slim. Ja, maar hij is verdwenen. In het echt dit keer. Misschien kan ik echt toveren. Pok? Pok? Waar ben je? Is het al afgelopen? Zullen we iets gaan drinken tot Pok terecht is? Pok? Waar ben je? Waar kan hij nou zijn? Bizoe? Pok! Maar hoe? Ik bedoel... Volgens mij heeft Pok zijn verdwijntruc doorgezet tot hij in de keuken was. En hij heeft zich toen te goed gedaan aan mijn koekjes. Waar of niet, Pok? Dus, dan kan ik toch niet echt toveren? Wat een opluchting.
Ik was heel verdrietig geweest als je voorgoed verdwenen was, Pok. En ik zou niet blij geweest zijn als hij alle koekjes had laten verdwijnen. Oh, ik ook niet. Dat was een geweldige truc, Sue. Het was... Betoverend? Betoverend.